Het migratiebeleid van Suriname wordt momenteel onder een vergrootglas geplaatst. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei eerder deze week dat alle belanghebbende organisaties nu worden geraadpleegd om verdere stappen te kunnen ondernemen. Ten aanzien van het algemene migratiebeleid kan ik wel zeggen dat we aan het evalueren zijn. Die 25 landen die we hadden geïdentificeerd om een visum aan te vragen, hoe we daar enigszins soepeler mee kunnen omgaan, indien het verantwoord is. Dus we kijken naar alle cijfers, dus we praten met DNV, met de militaire politie, met consulaire aangelegenheden bij mij, met de vriendelingendienst, vriendelingenzaken, om tot een besluit te komen. Ik denk persoonlijk dat op basis van de informatie die ik gezien heb, dat voor sommige landen we wel degelijk naar een versoepeling kunnen gaan. Maar we gaan daar heel nauwkeurig in zijn, want we willen niet een situatie krijgen dat er vermoedens of een perceptie ontstaat van doorvoer van personen en illegale personenhandel. Over het vrij verkeer van personen binnen de CARICOM zegt de bewindsman dat daarover tijdens de CARICOM staatshoofdenmeeting later deze maand gesproken zal worden. Wanneer de CARICOM staatsregeringsleiders bij elkaar komen in Guyana. Guyana is nu voorzitter, dus de meeting vindt daar plaats. Nou, dat hoeft niet per se, want het gebeurt al. Het was... Kijk, olie en gas gaat veel mensen uit Trinidad en misschien een paar andere eilanden trekken. We hebben die mensen ook nodig. Uiteraard hoop ik dat Surinamers dat vak gaan leren en uiteindelijk hebben we ze niet nodig. Maar met 600.000 mensen, 150.000 huishoudens gaan we sowieso mensen nodig hebben. Ramdin zegt dat het migratiebeleid gereguleerd moet plaatsvinden, waarbij er aan het eind van de dag sprake moet zijn van een legitiem beleid.